Overvecht is een bijzondere wijk. Overvecht is een mooie groene wijk. Overvecht heeft veel voorzieningen. Prachtige winkels, prachtige fietspaden en bijzondere voorzieningen. Tot een paar jaar geleden hadden we hier een ware prostitutieplaats. Langs het zandpad, op de grens van Zuilen en Overvecht. De meeste bewoners in Overvecht waren heel blij dat het toen gesloten werd en de gemeente Utrecht denkt er nu serieus over om weer wat te organiseren hier in Overvecht. Het bewonersplatform Overvecht heeft daar kritiek op. We spreken met de voorzitter van het bewonersplatform Overvecht, Nelleke Wuman. Beste Nelleke, waarom kritiek? Ja, dat is nogal logisch. De prostitutiezone is een voorziening die voor half Nederland geldt en niet alleen voor de wijk Overvecht. Dus het is geen mooie voorziening voor Overvecht, integendeel. Maar eigenlijk bleek pas na de sluiting van de boten dat er verschrikkelijk veel overlast was geweest tot ver in de wijk. En niet alleen in de wijk Overvecht, ook in Zuilen en ondiep hier tegenover. Wat was precies de overlast waar mensen last van hadden? De mensen van de Vechtdijk, de andere woonbootbewoners dus, die hadden verschrikkelijk veel overlast van de kijkers, maar ook van de klanten van de prostituees. Veel auto's, kijkers op brommertjes en dergelijke. Het was hier een komen en gaan van weet ik veel allemaal. En dat was een gigantische overlast. Mensen konden slecht slapen, er waren auto-inbraken bij hen, er waren gewone inbraken, vernielingen. Overlast en mensenhandel. Dat was de reden van de sluiting van de boten. Ideaal is het niet. Maar helemaal weg, ja, dan is het straks onzichtbaar. Is dat niet veel gevaarlijker voor die mensen die er werken? Veel gevaarlijker voor de omgeving? De mensen die hier werkten, die zijn inderdaad nu onzichtbaar. Niemand weet waar ze zijn. En dat is ook een argument van ons om te zeggen van moet je wel doorgaan met de plannen, gemeente, zoals die hier nu liggen. Want die gaan uit van 162 ramen. En wij denken dat in die anderhalf jaar dat de boten nu gesloten zijn, de behoefte veel kleiner is. En dat legt een ander accent op de locatiekeuze die de gemeente heeft gedaan. Want er is in de hele gemeente Utrecht gezocht naar een nieuwe locatie, maar steeds uitgaand van 162 ramen. En toen viel de ene plek na de andere plek af en bleef het zandpad over. Hoeveel ramen zou je logisch vinden? Geen 162, maar daar kan ik geen uitspraak over doen. Het liefste willen wij dat er helemaal geen prostitutiezone in de wijk Overvecht komt, maar op een plek waar geen omwonenden zijn. Hier zijn omwonenden. Bovendien wordt de aantasting van het gebied gigantisch. En als we hier over de brug kijken, dat wordt een stadsboulevard. Dat moet dus de poort van Overvecht worden. Maar dan komt hier een soort van kale vlakte met porto cabins, zoals dat dan netjes heet. Dat zijn containerwoningen. Twee verdiepingen hoog. Dus dat aanzicht, dat wordt verschrikkelijk. Die boten liggen laag. Die containers komen gewoon op het maaiveld te staan. Die zijn 7 meter hoog. Zie je het voor je? Wat dan wel? Wij hebben gezegd in ons advies aan de gemeente van doen de locatiekeuze opnieuw. Kijk of er elders in Utrecht een plek is waar minder overlast is voor omwonenden. Kijk waar het ook beheersbaar kan zijn, want dat is natuurlijk een voorwaarde voor het geheel. Dus in samenspraak met politie en hulpverlening en alles. Maar Overvecht, nee. Hoe groot acht je de kans dat hier niks komt? Ik weet het niet. We blijven het proberen. Het hele plan ligt nu ter inzage tot 21 mei. Dus voor die tijd kunnen mensen een zienswijze indienen om te zeggen waarom ze geen prostitutiezone op deze plek willen hebben. En ik hoop dat veel mensen daaraan meedoen.